Het nieuws op 1 Twente van maandag 28 mei. Opnieuw fipronil in eieren in Tillichten. En Hengelo heeft een eigen Amsterdammetje. Het is echt iets eigens wat past bij de stad. En het is een hele mooie toevoeging aan het stadscentrum. Goedenavond. Opnieuw is bij een kippenboer in Tillichten fipronil in de eieren aangetroffen. De ruim 3000 kippen bij het bedrijf zijn geruimd en ook de voorraad van 45.000 eieren is vernietigd. Het is voor de tweede keer in nog geen 9 maanden tijd dat deze kippenboer is getroffen. De eerste keer was in augustus vorig jaar, toen tientallen bedrijven in Nederland en België getroffen werden. De financiële schade bedroeg toen enkele 10.000 euro's voor dit bedrijf. Hoe de fipronil opnieuw in de eieren is gekomen is niet duidelijk. De kippenboer vermoedt zelf dat er nog resten in mest van de vorige kippen in de bodem van het weiland hebben gezeten. De coalitiegesprekken in Enschede zijn dit weekend afgebroken. Na weken onderhandelen zijn burgerbelangen D66, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie er niet uitgekomen. Inhoudelijke verschillen, maar ook een gebrek aan chemie stonden een goede samenwerking in de weg. Met name op het sociaal domein lagen de opvattingen te ver uiteen. Informateurs Jon Hermans en Trudy Vos hielden er in hun coalitieadvies al rekening mee dat een coalitie van deze 5 partijen lastig zou kunnen worden. Als tweede optie werd daarom de Partij van de Arbeid in de wachtkamer gezet om eventueel GroenLinks te vervangen. En dat is ook het voorstel dat ze vanavond aan de gemeenteraad voor zullen leggen. Tijdens de raadsvergadering zal ook uitleg gegeven worden over de afgebroken onderhandelingen. Het bekendste stadspaaltje van Nederland is misschien wel het Amsterdammetje. Hengelo heeft nu zijn eigen paaltje. En de naam laat zich raden, het Hengeloertje. Een paaltje in de vorm van de stadhuistoren. Als het aan de gemeente ligt, wordt het Hengeloertje de aanjager van de stad. Het is echt iets eigens wat past bij de stad. En het is een hele mooie toevoeging aan het stadscentrum, wat de komende jaren op de kop gaat. Een jaar of 10 geleden... Hadden we het idee om de bruine paaltjes die overal in de stoepen te staan, om die te vervangen met andere paaltjes. En dan liefst in de vorm of in het idee van de Amsterdammertjes. Alleen keken we dan hier in Hengelo rond en zeiden we, ja, het moet geen Amsterdammertje zijn, het moet een Hengeloertje zijn. En zo kwamen we op de vorm van de Hengeloze stadhuistoren uit. We hebben vervolgens 3 prototypes laten maken. 2 met licht, 1 zonder licht. Eentje in cotentstaal, 2 met een coating. Die van de cotentstaal is uiteindelijk aangepast met wat andere maatvoering. Nou, die hebben we uiteindelijk hier kunnen plaatsen. Hoe denkt u dat het publiek hierop zal reageren? Nou, ik heb net al mensen hier horen zeggen, die zijn razend enthousiast. Die vinden het geweldig. En we kregen direct al verzoeken in het begin van inwoners die ook graag zo'n paaltje willen. Voor hunzelf bij in de tuin. Of thuis in de woning als sfeerverlichting. De bedenkers van de Hengelootjes waren apentrots en zagen vandaag als het begin van een nieuw tijdperk voor Hengelo. Wie weet zijn deze 3 paaltjes die we hier nu hebben gewoon een hele mooie katalysator. Dus een hele mooie aanjager om een vervolg in te gaan zetten. Ik heb net ook de oproep gedaan aan inwoners en ook aan de ondernemers, binnenstadsondernemers, om hier iets meer te doen. Dus misschien in de vorm van een gebakje of in de vorm van chocola of iets dergelijks. En dan kan het zelfs een heel mooi relatiegeschenk worden. Wat ondernemers, wat de gemeente kan schenken aan gasten die onze binnenstad komen bezoeken. De Twentse Testrols hebben het Nederlands kampioen zwerkbal gewonnen. Dit weekend werd het NK van de sport, die afgeleid is van zwerkbal uit de beroemde Harry Potter-reeks, gehouden op de sportvelden bij de UT. In totaal deden er 6 ploegen mee. Tientallen mensen kwamen naar de finale kijken. En daarnaast volgden nog eens zo'n 500 mensen vanuit heel de wereld de wedstrijd online via een livestream. Het jaarlijkse BAM-festival in Hengelo trok zaterdag weer 1000 bezoekers. De 11e editie gaat de boeken in als een bloedhete editie. Vanwege de tropische weersomstandigheden had de organisatie maatregelen genomen met extra waterpunten op het terrein en gratis zonnebrandcrème bij de EHBO. Het is ieder jaar weer eigenlijk een feestje om te mogen doen. De
Dit is nu het 11e jaar dat wij BAM organiseren. En ik denk dat we eigenlijk onze doelen wel bereikt hebben met 10 jaar BAM, zeg maar. Dus het bezoekersaantallen, het is niet ons doel om nog meer bezoekers te trekken. Want het is al super zoals het is nu. En we zijn heel blij dat we hiermee voor Hengelo een hele mooie dag hebben. En dat is eigenlijk het grootste doel. Gewoon iedereen in Hengelo een mooie dag bezorgen. Nou, ik vind het wel heel gezellig hier. Moet ik zeggen, er is veel te doen. Het is natuurlijk prachtig weer. Bier. Gezellige sfeer, veel mensen, ook jong en oud door elkaar. Dus ja, eigenlijk heel veel verschillende bandjes ook. Dat vind ik wel heel leuk. Dit is voor mij de eerste keer hier zo, ja. Ja, ja, het ziet er gezellig uit, alles loopt wel, het is leuk. Het is heel bijzonder dat zoiets zo groeit. En het gaat letterlijk elk jaar leken 2000 mensen bij te komen. En dat, ja, wat voel je erbij? Het is vooral een compliment naar de organisatie, naar alle vrijwilligers toe. Dat het in Hengelo kan om zo'n mooi festival neer te zetten. En allemaal vrijwillig. En er was veel meer te doen in Twente dit weekend. Zo was in Hellendoorn alweer de 24e editie van Douwpop. En Almelo was in de ban van het festival Twentse Lente. Op 4 pleinen in de binnenstad was het feest met voor ieder wat wils. Look what they've done to my brain. Wish I could find a book to live in. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles. And your life's over, I don't like sushi. She said that suits me. Tot zover deze nieuwsuitzending. Hierna een zomeraflevering van Het Veld Op met items van FC Twente TV uit het afgelopen seizoen. Nu eerst het weerbericht. Nog een hele fijne avond. Vandaag was opnieuw een tropische dag. De temperatuur liep vanmiddag op naar 30 graden. Morgen ziet het er heel anders uit. Het blijft wel warm met een temperatuur rond 30 graden. Maar het is bewolkt en er komt regen en onweer. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen rond de 30 graden. Later in de week opnieuw kans op regen en onweer.